snel klikt, op een of andere manier toch door kan naar de volgende pagina, terwijl er eigenlijk validatiefouten zijn op een pagina. Dus die bug die er is, die hebben we moeten doorschuiven. Mijn verwachting is dat we de komende sprint wel mee kunnen nemen, dat die eentje doorschuift. Verder een aantal zaken nog niet afgerond, vooral vanwege wat afhankelijkheden. Die CPA-status, dat is een service van het knooppunt. Het knooppunt moet die eerst nog helemaal opleveren. Ze hebben hem wel gebouwd, maar hij zit nog niet in de keten zodat wij hem kunnen gebruiken, kunnen testen. Dus ja, het bouwstuk aan onze kant is af, maar we kunnen hem niet testen en dus nog niet afronden. Heeft er vooral mee te maken met wat foutmeldingen dat die duidelijk worden, zeg maar, die nieuwe versie uiteindelijk. Dat gaat nog even door. En ja, Postgres is een service inderdaad. Die loopt ook nogal wat langer. Afgelopen sprint vooral wachten even op een stuk migratie, hoe dat loopt met beheer. Daar is inmiddels duidelijk dat het omvang kan vinden en dat we dus begin volgende sprint kunnen we daar echt mee verder. En is de verwachting dat we het volgende sprint eindelijk gaan afronden. En natuurlijk in het kader ook van de performance test wat we hebben gezien natuurlijk, is deze ook weer belangrijk. Want ja, de database zijn op een andere plek, op een andere manier. Dus ook dat zal mogelijk van invloed zijn voor de performance. Dus daar zijn we natuurlijk benieuwd. Ja, wat hebben we er afgerond? De bovenste, ons ongeveer enig stukje functionaliteit in de eerste vier sprints die we hebben staan. Zoeken verbeteren. En dat is suggestie dat uiteindelijk dus per woord bij activiteiten geworden. Het oorspronkelijke plan was net een verbreding qua werkzaamheden. Ik zie iemand even lachen. Iets wat misverstand even geweest onderling, waardoor de index voor werkzaamheden nog niet was aangepast. Dus die hebben wij nog aan te passen uiteindelijk in volgende sprint, althans webinar bij ook. Maar de basis van het principe, dat is gelukkig wel op de activiteiten hoe het werkt, kunnen we laten zien. En zo zal het ook uiteindelijk gaan werken bij werkzaamheden. En dus een vergunningcheck maatregel op maat daarmee, alleen dat duurt nog even. Exploitatiezaken wat we afgerond naar performance testen, wat gezien deze keer voor ons geen concrete resultaten echt om te presenteren. Iets wat anders is dan deze keer, mogelijk een volgende keer wel weer. Nou, toolkit update, nou, sprint 1 en 2 hadden we staan. Inmiddels doordat ja, andere dingen tot soepel lopen, hebben we sprint 3 inmiddels ook al meegepakt. Loopt een klein stukje voor. Alleen niks aan te laten zien. Indieningsvereisten aanroepen per activiteit in plaats van per project. Ja, dat is ook iets wat vooral op de achtergrond gebeurt. Dus effectief zie je daar aan de voorkant niks van, dus niks aan te laten zien. Die GU toevoegen in validaties voor de uitvoeringsorganisaties. Dat is vooral even vooruitlopen op een aanpassing die bij de core gaat gebeuren. Op dit moment zijn bepaalde uitvoeringsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, hebben even tijdelijk een ministeriecode gekregen. Zoals we wel op gezag ook kunnen handelen, zeg maar. In ieder geval in het kader van de verzoeken. Dat je verzoek bij hun kan indienen rechtstreeks. Is alleen een ongewenste situatie, want daardoor kunnen ze ook regels aanleveren. En dat mogen ze dan eigenlijk weer niet. Inderdaad, daar hebben ze dus geen mandaat voor. Dus vandaar dat het nieuwe type eraan komt. En wij zijn er door deze aanpassing dan alvast op voorbereid. Ik wil ook even een laten zien dat werkt. Dus zodra je inderdaad dan de core die aanpassing doet, dan blijft het aan onze zijde van het werken. Gemandateerde uitvoeringsorganisatie. Dus eigenlijk precies wat ze zijn. Ja, leek het logisch. Ja, klopt. Niet zo naar de lucht komen vallen. Week 8, twee kleine wijzigingetjes. Niet iets wat inderdaad echt direct goed zichtbaar is en te tonen. Dus ook geen demo daarvan. Een aantal bugs inderdaad, waar we dan wel deze keer wat meer ook bij stil gaan staan. Blijkbaar juridische links in Excel maatregelen. Helder, soms ontbrak wat, maar dat bleek eigenlijk meer inderdaad een buyermop is bij ons te zijn. Dus is onze testen waarop dat kwam. Dus met productie, preproductie speelt dat niet. Die gaan we niet laten zien, want ja, dat is puur een test issue. Maar die wilde ik in ieder geval wel opgenomen hebben om te kijken. Maar ja, was dat echt zo? Bleek gelukkig zo te zijn. De analyse waarom fouten ontstaan bij het toevoegen van heel veel bijlagen, had ik eigenlijk beter nee kunnen zeggen. Want Rotterdam die was echt met meer dan 1500 tot aan wel 3000 bijlagen aan toe bij een verzoek bezig met testen op wat goed ging. En ja, het ging niet goed. Bij iets minder ook ging het wel niet goed. Zijn we inmiddels ingedoken, hebben we wat situaties inderdaad opgelost, gaan we iets anders mee om. Kunnen we dat straks laten zien. Wat we wel ook zien is dat er sowieso bij heel veel verkeer, wat dit natuurlijk veroorzaakt, ook nog wel wat andere fouten op andere plekken soms veroorzaken.
dat je wat time-outs ziet ontstaan, wat mogelijk meer in knooppunt zit, dat wordt nog verder geanalyseerd waar dat in zit. Dus we hebben een deel opgelost, maar ook wordt het minder dan als deze versie van de software wordt uitgerold. Maar nog geen garantie dat het helemaal is opgelost. Het is toch even samen dan proeven met die andere zaken of het ook is verkeerd. En twee nieuwe eigenlijk die we hebben opgepakt binnen de sprint. Duidelijk geworden, maar toch dingen waarvan ik uiteindelijk vond van ja, die zijn toch zo essentieel dat we ze meteen inderdaad moeten oplossen. Alle soorten aanvragen kunnen aanvullen. En dan klinkt het misschien voor sommigen wat vreemd van ja, wat zijn als soorten aanvragen? Ja, je hebt een gewoon inderdaad een wevingsvergunning wat een aanvraag is. Maar je hebt ook de aanvraag voor gelijkwaardigheid of de aanvraag voor een maatwerkvoorschrift. Die zijn gaandeweg op een gegeven moment bij ontwikkeling in beeld gekomen. Een aantal hebben wij al heel lang geleden ontwikkeld. En toen waren deze twee typen eigenlijk niet zo duidelijk in beeld. Dus kwamen we erachter dat in onze specificaties van toen. Daar stond dus dat je een vergunning moest kunnen aanvullen. Maar dat hebben we ook braaf gebouwd. Maar ja, wettelijk gezien moet je elke aanvraag kunnen gaan. Die hebben we dus nu hersteld. Dat ook voor degene die daarmee zouden testen inderdaad. En niet nu al tegenaan lopen. Van ja, dat gaat dus niet goed. En zeker natuurlijk, ja, een van deze sprint van IWT nog dichterbij. Mogelijk is het nog steeds, maar het kan maar even. Waarschijnlijk, maar het kan in theorie. Dus was het belangrijk om deze te doen. En een andere die we hadden, waardoor er best wat zoektocht was, waar sommige fouten waren, is dat we de bron die we een tijd geleden hebben toegevoegd aan de detailfoutmelding. Dus dat is zeg maar welke service roepen wij aan, waar we uiteindelijk een foutmelding van terugkrijgen, die toonden we niet altijd. En dan wisten wij eigenlijk wel, ja, dat is over. Dat zat er maar. Te maken dat. Daar hebben we ook ja, die opgelost, zodat daar ook de bron weer mee gaat komen. En dus inderdaad in die detailveld foutmelding altijd duidelijk moet gaan zijn. Weer waar de fout vandaan komt. Ik heb een beetje aangegeven wat we straks al in de demo gaan zien. Dan meteen als eerste dus Johan, die gaat ons meenemen in ook nog een bukje thuis. Even net niet best heel staan. Dat is het veld publiceerbaar weer in het verzoek XML zit. Want die ontbrak, waar we ook achter gekomen. Zoeksuggesties dus inderdaad. Ik zal het net aangeven, stukjes functionaliteit. Dat werkt in aanvragen. Daarna Ricardo, die komt in de uitvoeringsorganisatie en alles wordt de aanvragen kunnen aanvullen. En dan iets wat ik even heb doorgehaald, want ja, degenen die scherp hebben gelezen in de uitnodiging van Tamilo, die hadden misschien verwacht van ja, die spinners in modals, die dus, dat we dat toegankelijker hebben gemaakt, dus meer aangeven wat er precies gebeurt op de achtergrond. Of onhouden van de vorige keer. Ik heb ook gezegd van ja, dat gaan we deze keer laten zien. Maar ja, helaas, die is net niet af. Dus daar wordt de volgende keer. En tot slot, wie dan? Wij fouten dus met veel bijlagen wat we daar hebben aangepast, hoe dat in Arum toen en dus de bron hierbij komt. Dus Johan, wie jou al eerst. Iets schermbreding. Dat was voorheen. Even kijken, of vertel dat ook. Ja, als jij het dan gaat doen, wat die van mij zo in zit, dat moet ook kunnen. Ja, dat inderdaad wel natuurlijk. Hij komt ook weer toe. Heb ik een USB-C nodig? Ja, plat. Dat is als je hem deelt. Maar ik begin met een stukje. Ik had hiervoor al wat voorbereid. Ik had over verzoek XML. Nou, dat is vrij technisch. Ik hoop dat het een beetje leesbaar is. Maar voor wat ik in deze zit, ik draai me heel even om. Dat dacht ik. Het zijn ook wel een beetje bij mezelf. Ja. Wordt het al iets beter? Ja, is wel beter. Dat is ook nog gewoon heel blij. Als ik zo'n verzoek ophaal in de oude situatie, dan heb ik hier allemaal. Ik scroll heel even boven. Ik moet gewoon ophalen. Dat is
zie daar hier een aantal gegevens, zoals het verzoek nummer, de naam van het project. Maar wat we ook zien is bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer. Zie iemand rekenen? Is het iets beter? Ja. En inderdaad, dat er iemand zei, is het publiceerbaar of niet? Ja, dat staat er niet bij. Als ik een nieuwe versie ga ophalen, dan zou je zien dat het berichtje iets veranderd is. Nu zien we bij een aantal velden, bijvoorbeeld hier bij de bezoeknaam, staat dat het publiceerbaar is. Dat is bij eigenlijk alle velden uit de algemene set, staat dat zo'n beetje bij en alle vragen. Er zitten er ook een aantal bij waar het niet bij staat, bijvoorbeeld bij het bevoegd gezag, omdat we dat later bepalen en ja, dan weten we niet of het publiceerbaar is of niet, dus dan zetten we het er niet bij. Maar bijvoorbeeld van initiatief nemen, dat is natuurlijk wel een beetje onze mockdata, is het e-mailadres niet publiceerbaar? Dat wordt dan aangegeven door middel van een attribuut publiceerbaar. Dat gaat eigenlijk ook voor alle andere dingen. En bij vragen, oftewel de specificaties, wordt eigenlijk bij een specificatie aangegeven met een veld. Deze manier, of iets publiceerbaar is of niet. Vraag hierover? Ja, goed om dus te zeggen, want je zei al een nieuwe versie inderdaad. Is een nieuwe versie, hè? De versie 3, niet versie 2 van het product. Dus het breekt nu niet voor even als eerst die het ophalen, maar ze zullen wel weer als publiceerbaar meekrijgen over te stappen naar de nieuwe versie. Wat doen ze met de waarde van dat veld uiteindelijk? Nou, bijvoorbeeld wij kijken naar publiceerbaar om te bepalen of in de publiceerbare PDF of wij daar bijvoorbeeld jouw e-mailadres kan neerzetten of dat we er toch maar van maken geen openbare informatie. Dus het is een beetje om aan te geven van mag deze informatie überhaupt op straat komen te liggen of houden we dat voor onszelf. Ja, dat is het ook doet. We leveren publiceerbare PDF, maar iemand zou dat ook zelf eventueel kunnen willen maken. Bijvoorbeeld inderdaad in een eigen huisstijl bijvoorbeeld. Ja, dan heb je die informatie nodig. Hetzelfde samenwerken had ook de verzoek op. En daar is ook de discussie dat als zij sommige samenwerkingspartners inschakelen, wil die niet over alle informatie mogen beschikken. Dus ook daar is het veld nodig. Zullen we dan nu gaan zoeken? om een beetje duidelijk te krijgen wat we gedaan hebben met zoeken, gaan we eerst even op de oude manier zoeken. Dan is het duidelijk dat we dan wat verbetering behoeften. Afvalwater is vreselijk leuk om op te zoeken. Dan krijg ik een aantal suggesties. Bijvoorbeeld afvalwater afkomstig uit het maken van betonmortel. Als ik daarop zoek, dan krijg ik één resultaat. En het vreemde aan dit hele verhaal is, als ik nu vervolgens op zoeken klik, dan krijg ik 14 resultaten. Nou, dat is een beetje lastig uitleggen, wat er wel is zoiets. En dan moet ik opschieten. Ik mag blijven, dankjewel. Dus we hebben het iets verbeterd. We gaan voortaan aanvullen op woorden. Dus iemand tikt bijvoorbeeld afval, afvalstoffen, afvalwater, zwerfafval. Het is niet gelukkig dat je ook daarvoor moet aanvragen. Maar vervolgens, ja, hij wilde het toch hebben voor een betonmortel. Dus het zijn losse woorden waar zeg maar op gezocht wordt. En dan zien we 7 activiteiten hier, als ik daarop zoek, als ik hem aangeklikt heb,
Als ik nu op zoeken druk, dan heb ik er ook 7. En als ik hier op enter druk, heb ik er ook gelukkig 7. Dus het resultaat van de zoekopdracht blijft hetzelfde. Het is natuurlijk altijd de vraag of het altijd nuttig is om woorden te combineren. Je zou hier eventueel voor een monument kunnen gaan zoeken. Of afvalwater, betonmortel en monument nu een nuttige zoekopdracht is. Dat laten we even in het midden. Maar ik heb in ieder geval wel 8 zoekresultaten die niet veranderen. En dus een stuk rustiger ook voor de gebruiker is, makkelijker uit te leggen voor de, aan mensen die zoeken. En ik zie dat iemand een vraag heeft. Ja, ik zag in de suggesties dat je dan een woord vraagt en het lijkt erop het woord met komma afwerken. Ja, die zag ik ook. Ik denk ik wil erover. Maar... Moet dat nog worden aangepakt? Ik denk dat er af en toe best wel is op de wijze van vulling. Wat we hebben voor gekozen, voor in ieder geval voor de activiteiten is om de omschrijving van de activiteit te nemen en dan eigenlijk een losse woorden allemaal op te nemen. En misschien dat daar wel eens een keer een kommetje te veel in zit of een haakje of een spatie. Dus dan krijg je dit, ja, een beetje vervuiling erin. Maar dit was de eerste grote klap. Ja, hij zal waarschijnlijk zo in de index dus staan ook, want ja, we krijgen hem daarin terug. Dus dat is even de vraag van 13 om te kijken. Want, misschien is het handig om deze entry dus een objectje uit te filteren. Bij de chat, is dit alleen bij aanvragen of ook bij de chat? Ik heb geprobeerd dat net aan te geven vooraf, dat we het dus ja, in de chat nog moeten bouwen. Dat is geheel mijn fout geweest in de discussie. We hebben het ontzettend gehad over activiteiten, bij aanvragen en over subactiviteiten, wat we daar al mee kunnen doen. Toen is het woord werkzaamheden bij de check niet gevallen. En in mijn beleving, dat was echt alleen mijn beleving, zouden we dat later doen. En mij is nog gevraagd vanuit dit geval, moet je werkzaamheden ook niet hebben? Ik zeg, nee, dat zit er nu niet in. Dus, ja. En toen af was bij de demo, dan vroeg ik na deel 2 dan inderdaad, omdat er niemand in de activiteiten. En toen bleef het akelig stil. Ja. Dus maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we straks ook voor werkzaamheden ook ongeveer op dezezelfde manier kunnen gaan zoeken. Ja. Dan gaan we de demo ook 2 keer geven. Zijn er nog vragen? Dat mag wel. Zie je? Ja. Open share trade, maar dan komt er niks. Zal ik het zeker? Ja. Ik ga wel mijn plek en het blauwe is goed. Oké. Goedemorgen. Het onderdeel van heel veel bijlaags hier in één keer in lang uploaden. Nou, zoals Rick zei, we hebben daar inderdaad een aantal issues hebben we wel gezien. En één issue daarvan is dat wij heel veel bijlaags kunnen wij alle bijlaags in één keer inderdaad naar onze API sturen. We waren een soort van performance test toe eigenlijk zelf op maken. Dat is natuurlijk niet goed. Dus wat we hebben gedaan is in setjes van 5 per vraag om die pipe dan te gaan aanbieden bij de API, zodat je dus op die manier dan toch de vele duizend bijlagen naar de API kan sturen. Ik heb daarvoor mijn netwerkverkeer een beetje laag gezet, zodat het duidelijk zichtbaar wordt.
Ik heb hier 80 bijlagen, dus heb je 1000 zoals dat Rick had genoemd. Nou, je ziet, hier worden een aantal API-calls opgestart. Nou, hier komt inderdaad Pipe verschijnt de spinner. Nou, gaat die lopen. Gaat ook een keer per setjes, gaat dat. Pipe gaat er door. Dus ik kan dan nu gewoon aanzetten op Pipe volle bandbreedte. Nou, ik kan nog even bijhouden. Zie je dat hij rustig doorloopt. Dus dat voorkomt in ieder geval één onderdeel van het probleem. Dan heb ik nog een ander deel van een stukje demo. Dat is dat bij de fout bij een eigenlijk in de omgevingsoverleg, bij de omgevingsdocument service, dat daar de paginering, dat we daar de bron niet toonden. In onze eigenlijk in onze wijzemok hebben we daar hier een scenario voor klaarstaan. Als ik hier een specifieke locatie kies en heb ik daarop ga zoeken, dan zal ik die foutrespons krijgen. En daar is die. En als eerste, ja, eigenlijk wordt dan de bron vermeld. Is ook de analyse bij bevindingen weer makkelijker. Ja, nu komt hij. Ja. Hij duurde veel raad met die verpraat. Is dat iets maar? Je had Frank een vraag uit van Jens. Ja, dat gaat over die dat uploaden van die bijlagen. Hij praat wel, maar we horen hem niet. Oh, wacht, dat is het. Nou, van mijn geluid hier natuurlijk. Ik kan mijn net op. Oh ja, dat is het. Sorry, Frank, momentje. De DVI haalde je niet, moet je. Lukt het nu? Dat is een klein groepje. En luister, ja. Of ons in de chat misschien? Nee, u. Wacht, ja. Hoor je hem nu? Ja, gaat goed. Bijna. Ja, ik probeer het. Oké. Hoor je mij nu? Freeze. Ja, je lijkt hem duidelijk. Oké. Met dat uploaden. Ik zag nu dat je een heleboel had toegevoegd. Ik heb daar zelf ook een melding bij ingediend, bij Diplo. Dat ging over het indienen. Je had het nu aan het uploaden, maar als ik bij het indienen zie, met veel bijlagen, 35 is zelfs al te veel, dan komt mijn aanvraag ook niet binnen. Hebben jullie daar ook iets aan gedaan bij het uploaden probleem? Nu hoor ik. Ja, even wachten met de antwoord. Dat kan ook. Iemand heeft iets aanstaan. Ja, oké. Ben ik te verstaan thuis? Ja, oké, mooi. Nee, daar hebben wij hier niet naar gekeken, want deze melding ging echt over inderdaad het toevoegen in het uploaden, zoals we hem binnen hebben gehad. We hebben hem niet over dus de achterkant, dat die daar ook qua verwerking niet zo goed zou gaan. Als je kijkt hoe we dat afhandelen, zo'n verdenkende video, heb je dan ook een idee dat daar ook zoiets gelijks het probleem zou kunnen zijn? Of zou dat meer dus inderdaad in afhandeling van verkeer? Ja. Ja, sequentieel, ja. 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 Nee. Dus dat betekent inderdaad aan onze kant, wat ik hier hoor, ja, daar sturen we hem al bestand voor bestand gewoon overal doorheen. Want dan gaan we natuurlijk ook richting het voetbalscanner bijvoorbeeld. En ja, dat kan soms wel lang duren. Maar blijkbaar zit dus daar iets wat ik ook aangaf, wat soms aan de voorkant soms optreedt, dat daar ergens, wat wij vermoeden ergens een knooppunt, dat daar een time-out ergens optreedt. Ja. Dat is een ander issue waar vanuit RWS functioneel beheer op dit moment naar gezocht wordt. Oké, dankjewel. Nee, want ik heb het dus getest. En ik had eerst een leger gestuurd en die kwam er meteen doorheen. Maar bij 35 bijlagen knokt hij ermee. Ja, er zal er ergens een time-out ergens dus optreden inderdaad, dat die dus afbreekt daarvoor. Alleen ja, omdat wij wat ik zeg, en dat zal het in de bestanden zitten, want dat is dan het verschil.
Wij versturen het alleen voorheen, waardoor die dan inderdaad stopt. Dat zal nader geanalyseerd moeten worden. Ik zal het in ieder geval ook nog even bij functioneel beheer navragen of hier ook specifieke wegen zijn. Ja, en twee weken, een week later gaat hij er in één keer doorheen. Met dezelfde hoeveelheid uploads. Ja. Ja, punt is helder. Zijn er nog andere vragen? Dan is het mijn vraag, of die kan ik inmiddels ook hebben? Ja, het is gelukt. Oké. Poging nummer 2. Ja, GU, gemandateerde uitvoeringsorganisatie, dat was hem. Ik zal, wat we hebben gedaan, dit is trouwens een demo vanaf de lokale omgeving, dus let even niet op de af en toe gekke mock data. Ik had alvast even een verzoek klaargezet en wat ik heb gedaan, we gaan hem indienen bij Rijkswaterstaat. Zoals Rick al aangaf, dat was eerst in COR stond hier gedefinieerd als een ministerie en dat is nu een GU geworden. En ik kan laten zien, nee, dat kan ik, ja, dat kan ik wel laten zien. Dan moet ik even opnieuw gaan delen. Natuurlijk weer het verkeerde scherm gedeeld. Gebeurt al wat? Nee, hè? Je hebt nu een teamscherm gedeeld met een venster. Nee, ja. Niet wat ik denk. Dat had ik niet gezegd. Eén momentje. Die moet dan... Oké, hier kunnen we zien in onze, het is natuurlijk voor jullie ook niet te zien, hè? Nee, dat wordt erg lang gegroot. Ja, dat ben ik nu aan het doen. Ja, beter zo? Ja, nee, misschien beter lezen. Ja, toch? Dan zien we dat we hier Rijkswaterstaat hebben gedefinieerd als GU, in zijnde onze core mock. Dus wat ik nu kan laten zien, dat we met Rijkswaterstaat... Moet ik nou ook weer opnieuw mijn andere scherm gaan delen? Dat ga ik doen. Wat een geknutsel zeg. Wat wil je laten zien? Ja, nou wil ik weer mijn browser laten zien. Je kunt ook je scherm delen. Ja, nou dat gaat dus niet lukken. Dat zagen we net. Ja, dat zagen we net. Dat gaat niet. Dus we gaan nu indienen met, dat hadden jullie net gemist, Rijkswaterstaat dus. Nou, als ik dat ga doen, dan kunnen we zien dat het gelukt is. Dus nu ik succesvol met Rijkswaterstaat kunnen indienen. Ik kan ook even laten zien als we... Een ander soort type organisatietype. Even door alles heen. Even rap alle stappen langs. Dan gaan we hem indienen bij. Omgevingsdienst Haaglanden, die heeft namelijk een ander organisatietype die wij niet accepteren. In de mockdata dus even voor de duidelijkheid. In onze mockdata. Ik voel me, want ik zie dat ik hier
Nou, zien we dat de indiening niet is gelukt, met als reden dat het OIN niet van een bevoegd gezag is. Hierover vragen? Zit er toevallig in? Ja. Moet die melding dan nog weergeven wat het daadwerkelijk is? Dit. Nee, je hebt hier een organisatie gekozen wat niet een bevoegd gezag dus is. Kijk, die gemotoriseerde uitvoeringsorganisatie gaat nu gewoon door als bevoegd gezag. Dus daar krijg je ook geen melding van. En in principe deze aanpassing, dat hebben we nu alleen kunnen doen, omdat wij inderdaad in onze mockdata dingen stuk hebben gemaakt. Dus om dit te kunnen demoen. Normaal ga je deze situatie niet kunnen doen via aanvraag. Eventueel een derde die een niet helemaal juiste implementatie doet, die zou het ook kunnen krijgen. Dus dat is vooral de reden waarom we dit, deze validatie er wel zo in zit in. Ja, dus dit scenario is eigenlijk een beetje niet logisch. Ja, inderdaad de mockdata eigenlijk wel zit. Normaal kan dat niet. Dus Rick, wat doe je hier op het moment dat je je validatie doet? Ga je dan bij de collectie volgen te geven? Ja. Wij gaan dus voor het OIN wat we krijgen, gaan we kijken wat hangt er dus voor type aan. En dat was eerst dus inderdaad ministerie, provincie, waterschap of gemeente. En daar is dus gemonteerde uitvoeringsorganisatie bijgekomen. Oké. Dan gaan we even door naar de volgende demo. Voorheen konden we alleen maar dus activiteiten met de type aanvraagvergunning indienen of aanvullen. En nu zijn dus ook de andere aanvraagtypes worden ondersteund. Dus ik ga in dit geval een aanvraag maatwerkvoorschrift indienen en daarna aanvullen. Om te laten zien dat dat nu wel kan. Er is nog een vraag verplicht. Ja. Oké. Nou kunnen we zien bij de ingediende verzoeken in onze projectmap dat het om een aanvraag maatwerkvoorschrift. En we kunnen hier, zien we de aanvulknop. Dat was voorheen niet. En nu kunnen we dus ook dit type aanvullen. Nou, lopen we ook even door de aanvulling heen. Veranderen verder niks. En joepie, we hebben ook dit type aangevuld. Andere types kunnen we dan niet aanvullen. Dat kan ik hier dan niet laten zien, omdat die knop dan ook niet beschikbaar is. Maar we willen ook even laten zien dat onze API dat ook tegenhoudt. Dus ik ga direct op de indienen service proberen een ander type aan te vullen. We hebben hier het verzoektype informatie. Ach, jongen. Dankjewel. Ja, ja. Ik ga het voor het type informatie eerst even een verzoek indienen. Daar hebben we verzoek nummer 006. Oké. Dan gaan we daar een aanvulling voor doen. Doelverzoek is aanvullen. Nou, als ik dat bericht verstuur, als het goed is, moeten we dan een foutmelding zien. Ja, dus de aanvulling wordt niet geaccepteerd.
met de melding het verzoek kan niet worden aangevuld. Alleen verzoeken van type aanvraag kunnen worden aangevuld. Dus hiermee ook kunnen aantonen dat we die validatie ook op de achterkant doen. Dat was hem. Zijn hier nog vragen over? Wat is in de chat? Eén vraag in de chat, die hebben we daar beantwoord in principe. En nog één jammer, inderdaad nog steeds jammer dat je informatie en meldingen niet kan aanvullen. Ja, dat is gewoon juridisch een dingetje. Dat mag juridisch gezien niet. En daarvoor staat inderdaad het hergebruik van informatie of meldingen op de backlog. Dus dat is een andere manier waarop dat moet, omdat het juridisch nu eenmaal niet anders kan. En is bekend. Het is wel fijn inderdaad dat je makkelijker die melding dan wel volledig in kan dienen of een informatie kunt. Oh, kwam nog een vraag, dacht ik, van Frank of niet? Of een opmerking? Nee, alleen, okay. Alleen maar blij om te horen dat op de weg was. Ah, oké, prima. Dan doorkijk naar de volgende sprint. En toen had ik ineens een kleine lettertype nodig hier, want het werd een beetje veel. Dus het is wel een enorme waslijst vooral aan bugs en issues. Want dat zijn meestal wat kleinere dingetjes. Functionaliteit is wat groter qua eenheid. De dingen die we niet af willen dus verder afmaken, spreekt voor zich. De werkzaamheden is even kijken inderdaad met wanneer 13 het uiteindelijk af heeft qua doorlooptijd inderdaad al die index er is. Of we die dus op kunnen pakken volgende sprint, dat moet ik nog even afstemmen met Jeannette. Maar voorlopig hier wel even opgezet in de hoop dat het lukt. Misschien dat het eentje later moet. Performance testen gaan we dus mee door en ook zogenoemde rood-groen waren voor monitoring zijn we gevraagd van wanneer is het nou wel en niet beschikbaar, zeg maar afhankelijk van hoe het presteert. Weekag, twee zaken. En vooral dus nog weer een heel aantal issues die we tegenkomen. Bovenste is eentje die wat vaker voor lijkt te komen samen met Ozon. Dus we moeten even zien inderdaad van wanneer kunnen we dat samen met Ozon ook analyseren. Wat we daar zien tot nu toe, want dit is ook zeg maar waar dus die melding van die bronontbrekers naar voren komt. Dat er gewoon, het op een gegeven moment fout gaat ergens met gebieden waar je heel veel geovragen uiteindelijk hebt. Dat je op een gegeven moment foutmelding krijgt, omdat als je wacht gaat hij toch weer even proberen te laden. Krijg je later soms een andere foutmelding. Het is nog niet helemaal helder waar dat dus precies zit. Wat we dus hebben opgenomen vooral is om daar een stuk te analyseren. Vermoeden is dat er iets zit in respons uiteindelijk wat we bij Ozon vandaan krijgen. Of het is in het knooppunt, maar er komt op een gegeven moment iets niet meer binnen. De vraag is waar komt dat op? Gaan we induiken. Dan die ik net ook aangaf, die ik met al doorgeschoven. Dus niet naar de volgende pagina met validatiefouten. Aanvullen van een project als gemachtigd daar indienen door de initiatiefnemer. Iets wat in de praktijk ook nog weinig is getest, zeg maar, nu. Maar straks in de praktijk wel misschien meer voor gaat komen. Alhoewel ik het me afvraag. Dit betekent dus eerst dien je in als initiatiefnemer. Dan denk je, het wordt toch wel ingewikkeld voor me. Ik ga iemand anders gemachtigd maken en die moet verder kunnen. Want die twee personen dus verschillend zijn, geeft dat blijkbaar toch een probleem. Het zou goed moeten gaan, maar het gaat ergens toch niet helemaal goed. Waardoor je dus als gemachtigde de aanvulling indient dat je een fout krijgt. Validatiefouten die op de achtergrond komen, net achter een model. We hebben al zo min mogelijk models, maar enkele situaties heb je hem toch. Treed daar net een fout op, dan zit hij er keurig achter en niet in het model. Dus dan zie je hem niet. Dus daar moeten we wat mee. Verdwijnende knoppen, vorige en volgende, zie je heel soms optreden inderdaad als je wat heen en weer navigeert. Vooral bij de stappen inderdaad waar je de werkzaamheden of activiteiten kiest. Heeft ermee te maken met ruimtereservering uiteindelijk ook voor dus die pagineringscomponent daar. Dus daar moeten we even naar kijken, daar gaat iets niet, samen met ook een iframe net niet helemaal lekker in samenhang. Dat het af en toe verdwijnt. Als je nog een keer op je scherm klikt, uiteindelijk komen ze gewoon weer. Dus je loopt niet direct hier ook vast, maar het is wel heel erg hinderlijk. Timeout omgevingsdocumenten onderzoekers, eigenlijk samen inderdaad bij de eerste inderdaad. Focusverlies inderdaad op de stap
aanvragengegevens waar we ook recent zelf achter zijn gekomen. Daar zit iets geks, mogelijk deels ook samenhangend met content, omdat het niet in alle groepen op die pagina is, maar alleen met als je een afwijkend postadres hebt of een contactpersoon. Als je daar in die twee groepen iets als antwoord invult, tik je één letter of cijfer in en vervolgens is je focus weg. En bij de volgende ga je er weer heen, tik je er weer heen, hop, weer focus weg. Dus daar gebeurt iets heel geks. Dan moeten we ook naar kijken van ja, zit dat dus in dat puur, kunnen wij daar iets aan doen? Zit dat in samenhang met content wat er zit? Met vragen die wisselen, dat moeten we gaan bekijken. En iets wat de 3 decimalen foutmelding is gaan heten bij geovragen. Volgens mij wordt het inderdaad Annemieke die aankaarten. Blijkt door dat wat conversies die er gebeuren, uiteindelijk soms iets wat een beperkte hoeveelheid cijfers achter de komma zou moeten hebben, onder water ineens heel veel meer cijfers achter de komma is. Dus dat moeten we gewoon afkappen, want het is geen extra nauwkeurigheid wat er ontstaat, maar gewoon een soort afrondingsfout die ontstaat, wat die dan wel meeneemt onder water, waardoor je deze dus soms krijgt en soms ook niet op exact dezelfde locatie. Dus in ieder geval helder waar die zit en die gaan we dus ook oplossen. Dus dat is wat we voor de volgende keer hebben staan. Als er verder geen vragen over zijn, dan dank jullie voor de aandacht.